Dit is een Olea Sylvestris. Het is een mooi klein bolletje. Er zit hier een mooi bolletje op. Er is één groot nadeel aan. De nebari wat smaller dan de stam. En dit is dus niet mooi. Dus wat ik ga doen is hieronder rondom de bast weghalen. En ik ga hem maar koteren. Zodat ik wortels hoger aan de stamlijn krijg. Dan kan ik eventueel later ofwel de boom dieper potten. Of ik ga het onderste gedeelte eraf zagen. Maar dat ligt er een beetje aan hoe zich de boom laat wortelen. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Ik ga eventjes kijken of ik ergens een stukje plastic iets kan vinden om dit een beetje af te dekken. Want ik wil eigenlijk die wortelgroei dus dat die boven apart blijft en niet zich gaat vermengen met de huidige wortelvoet. Dus dan moet ik heel even kijken of ze af gaan dekken. Maar dan wordt heel even zoeken. Ik zal de stam nog heel even van dichtbij laten zien. Nou, hier kun je het duidelijk zien. He, dus dat hij hier veel smaller is. Ja, en jammer genoeg is dat dus natuurlijk helemaal rond hetzelfde. Ik wil hem ook meer laten doorgroeien. Zodat ik dus met deze takken straks, als die langer gaan worden, meer kan gaan zetten en zo. Ja, een echte voorkant kan ik hier niet aan bepalen, nog niet. Maar laten we zeggen tot het zo ongeveer de voorkant zou moeten zijn. Zo, ik heb gewoon van een zak potgrond de plastic afgeknipt. En die kunnen we hier gewoon een gaatje gemaakt eromheen doen. Nou, dit is de achterkant, zo nu zal ik het hier zetten. Dat hoeft alleen maar een ondergrond te worden. Die verder geen enkele functie heeft. Alleen maar de wortels niet met elkaar te laten verbinden. Ja, ik doe de plastic nu er al op. Want als ik dit straks ga snijden, dan vermengt zich dat ook allemaal weer met die potgrond. Dus dat wil ik eigenlijk liever niet. De schaar. Dat is ongeveer zo breed als die eerste pot afgeknipt. Zo, dan ga ik eens even kijken waar ik de snee ga maken. Want het is eigenlijk een heen en weer. Kijken of het hiermee kan.
Dit is al voldoende. Het water moet natuurlijk hier wel weglopen op die folie, je moet er niet op blijven zitten. Zo, en dan kan het hier gewoon niet omhoog schuiven. Een beetje stikpoeder heb ik hier. Moet ik anders doen. Ik kan het eerst een beetje nat moeten maken. Maar dat kan nog. Zo, ik heb het heel nog eventjes een keer in een vismandje, een vijvermandje geplaatst. Dan kan ik er iets gemakkelijker mee lopen of verplaatsen. Nou, nou gaat hij dus gewoon de koude kas in. Een beetje bescherming voor harde wind en dergelijke, niet dat er veel beweging in komt. En dan gaan we hem waarschijnlijk zo in eind augustus, begin september gaan we eens kijken of daar wortels uitkomen. En dan kunnen we dan waarschijnlijk ook zien door de gaas heen. Hè? Nou, dit was dus de Olea oleaster, of Sylvestris, sorry. En de marketering. Dus dan gaan we maar hopen dat hij aanslaat.
2 nieuwe olijfjes. Deze zijn uitgeschoten vanaf de wortel. En deze ook. Die gaan we gewoon voor de gein ook oppotten. Nou, dit is dan het klompstijl mini olijfje. Het zal dus een mame zijn onderhand. Maar we laten hem proberen hem zo laat te krijgen dat de klompstijl helemaal volgegroeid is. We dunnen hem dan daarna handig uit als je uit gaat lopen. We gaan hem zo eens oppotten. Hij is lekker nat. Nou, dit was dan het einde van het macoteren van de Olea sylvestris. 2 nieuwe plantjes. Kijken of ze aanslaan of niet. Ze zijn wel vanaf de wortels, dus het zou wel moeten aanslaan. En een bolletje ingekort. En nu is het dus echt een klompstijl, hè. Met meerdere takjes erop. Nou, dan gaan we gewoon mooi ontwikkelen tot een laag olijfje. En een mooie pot. Dus, ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben. En laat je eigen niet terugschrikken van macoteren. Zo moeilijk is het niet. Het is alweer bewezen. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot kijken.